Wij hebben ook ons ingespannen om met de regering in overleg te treden. En de regering heeft ook aangegeven dat zij bereid zijn om met u te werken aan een oplossing. Ik wil niet dat u zich misleid voelt door te denken dat de regering niet bereid is om te werken aan de herinnering. U weet zelf dat er nieuwe projecten zijn ingezet. U weet zelf dat de regering menens is om dat in te vullen. En wij vragen u om daaraan mee te werken. Onze kinderen mogen niet de dupe van worden. Ik wil. Oplossing! Leerkrachten. Ik hoop dat ik hier u de zekerheid kan geven dat de Nationale Assemblée ernst is met uw zaak. Ik wil u namens de voorzitter ook aangeven dat zij ook serieus bezig is met de minister, met de regering, om in overleg met elkaar te gaan. Dat moet ik u meegeven. En ik kan u de garantie geven dat wij uiterlijk morgen vanuit onze zijde daarover uitsluitsel zullen geven. We willen niet alleen een overleg, we willen een oplossing. Een oplossing moet komen en met een goed resultaat voor onze leraren. Want daar gaat het om. En leerling, op dit moment hebben we geen andere keuze dat we nu moeten strijden voor een beter bestaan. In elk geval, we gaan geen enkel gesprek uit de weg. We wachten op uw antwoord. En aan de hand van uw antwoord op de opstelling van de regering zullen wij nagaan hoe en welk antwoord wij zullen geven. Dus ik wil vanuit deze plaats jou alvast bedanken. En we kijken uit naar de reactie van u uiterlijk morgen. Okay.